Bijna twee jaar geleden maakte ik een video over REITs, oftewel Real Estate Investment Trusts. Dit zijn aandelen die zich ja, focussen op een vastgoed, waarbij je geïnvesteerd wordt in vastgoed. Je op die manier ja, waarde creëert uh, via de aandelenbeurs en op die manier toch investeert in vastgoed. Dat is inmiddels twee jaar geleden. De afgelopen twee jaar is er best veel gebeurd. De stijgende rentes, met name, hebben een flinke impact op uh, de performance van de REITs. Die hebben we hebben via de Instagram DM's regelmatig gevraagd om een update. Met name omdat aandelen zoals Realty Income, Wayback Carry of Medical Properties Trust flink onder water staan. En daarom in deze video een update van mijn portefeuille en hoe ik naar de situatie kijk en hoe ik daarmee omga. Welkom allemaal bij een nieuwe video van LangzaamRijken.nl. Op dit kanaal praat ik over beleggen, financiën, ondernemen. En in deze video gaan we dus kijken naar de Real Estate Investment Trust. Voordat ik verder ga, wil ik even een paar belangrijke mededelingen geven. Als eerste, ik zit in een kantoor waar verbouwd wordt. Ik ben al drie uur aan het wachten. Het is inmiddels half zeven, eh, totdat het stil is. Maar vandaag wordt er gewoon doorgewerkt. Dus mocht je af en toe op de achtergrond wat geluiden horen, excuus daarvoor. Ten tweede eh, wil ik meegeven dat. Uh, deze video eerder is opgenomen. Het is vandaag 4 oktober. De video zal over anderhalve week pas live komen. Dus weet dat de data die ik in deze video bespreek uh, ongeveer anderhalve week oud is. Nou goed, het gaat om lange termijn investeren, Dus niet zo'n probleem. Maar in ieder geval goed om even te benoemen. En tot slot, punt drie. Weet dat ik ga spreken over een aantal verschillende uh, aandelen in mijn portefeuille. Maar dat het geen complete analyses zijn van deze bedrijven. Dat zou ik niet. De insteek, dat is ook niet de bedoeling, het is eigenlijk ook niet wat ik met langzaam rijken wil bereiken. Ik wil eigenlijk niet ingaan op individuele bedrijven uh, en mensen zelfs daarmee aangeven of het misschien een buy of een cel uh, optie is. Mensen vragen eens: moet ik nu bijkopen? Ja, daar geef ik geen antwoord op. Dat is niet aan mij. Sterker nog, uh, als ik heel eerlijk ben, en gewoon uh, eerlijk in het spiegel kijk, ik ben helemaal niet zo'n speciale belegger. Ik ben uh, iemand, net zoals jij, uh, die het gewoon interessant vindt om bezig te zijn met beleggen, uh, die het ook wel leuk vindt om zich daar een beetje op in te lezen. Maar wel even een stap terug naar die portefeuille en waarom ik dus eigenlijk niet per se op die individuele aandelen in wil gaan is um, dat deze portefeuille, die REITS-portefeuille, voor mij een manier is om te investeren in vastgoed, om toch een stukje vastgoed te hebben. Dat doe ik middels die REITS. Dat zou ook op een andere manier kunnen. Het is een portefeuille die zeer passief zou moeten zijn, waar ik echt maar een paar keer per jaar inlog, waar ik eigenlijk bijna nooit naar kijk. Alleen af en toe even inloggen om de uh, dividenden die ik heb ontvangen weer te herinvesteren. En ja. Met dat in het achterhoofd moet je dus ook uh, hier naar uh, kijken. Dus ik maak deze video omdat er gewoon veel vraag naar is. Maar weet gewoon dat het geen complete aandelenanalyse is. Dat het helemaal niet de doelstelling is. De doelstelling van deze portefeuille is zeer passief voor de zeer lange termijn. Eigenlijk zou ik hem zo willen maken dat ik nu wat investeer. Dat 20, 30 jaar laat staan, dat het automatisch het dividend zou herinvesteren. Um, en dat staat helemaal los. Heb ik ook op een andere account bij de Giro dan uh, mijn andere aandelen. Nou, dat gezegd, hebben even kijken naar de. Aandelen die ik dan in portefeuille heb. Ik heb even een printscreen voor jullie gemaakt um, van ja, de aandelen die, uh, die ik op dit moment in portefeuille heb. Nou, wat je ziet is dat uh, er twee groene aandelen zijn op dit moment en de rest is, uh, is rood. Dat is dus sinds mijn aankoop van een kleine twee jaar geleden. Nou, we zien dat AmeriCold Realty Trust, dat die zo'n uh, 10,5% in de plus staat. Dat is mooi meegenomen als al een kleine uh, Positie in mijn portefeuille. En Iron Mountain, die doet het erg goed. Kleine 40% en de plus dat is echt een aandeel wat de rest een beetje opkrikt, wat ervoor zorgt dat ik niet zo ver in de min sta. Om het zo maar te zeggen. Wat de meest opvallende van deze lijst eigenlijk zijn, zijn de laatste drie aandelen: Medical Properties Trust, Realty Income en WP Carry WP Carry. Daar wil ik ook deze video even bij stilstaan, omdat die drie er voor mij gaat uitspringen. Ja, daar wil ik eventjes iets over vertellen. Um, wat je misschien zal opvallen is dat als je kijkt naar de ongerealiseerde winsten, um, dat dat ja, best wel een negatief bedrag zou moeten zijn. Dat daar uh, nou, ruim 4000 euro in de min zou moeten staan. Terwijl als je kijkt naar de totaal winstverlies, een 2900 euro is. Hoe komt dat nou? Dat heeft er gewoon alles mee te maken. Dat ik de afgelopen twee jaar natuurlijk dividend heb uh, ontvangen... Um, ik zal ook even laten zien hoe dat eruit ziet bij de Giro. Nou, je ziet dat ik gewoon iedere keer dividend ontvang en daar dividendbelasting over betaal. En die dividenden, uh, dat is meer dan 1000 euro geweest. Dat heeft ervoor gezorgd dat die verliezen ook weer wat goed gemaakt worden. Dus um, natuurlijk, als we nu terugkijken. Twee jaar geleden had ik erin moeten investeren. Met de kennis van nu niet. Maar goed, uh, achteraf uh, is mooi wonen, zeg ik altijd. Dat had je niet kunnen weten. Het is wel zo dat toen ik investeerde. natuurlijk de, de renteverhogingen. er wel aan zat te komen. Dus dat dat op zich wel. Um, iets was waar je rekening mee had, uh, had kunnen houden, maar voor mij was dat een wel overwogen beslissing met uh, ja, die verstanden dat die rentes omhoog gingen, dat dus uh, waarschijnlijk REITs uh, daar uh, ja, door beïnvloed zoude, zouden worden. Maar voor mij is dat een manier om te beginnen met investeren in, in vastgoed. En dat risico heb ik genomen en uh, daardoor zie je nu dat ik uh, daar minder rendementen op heb gemaakt dan dat ik bijvoorbeeld in een S&P 500 had uh, geïnvesteerd. Nou goed, uh, wat dat betreft denk ik belangrijk om uh, niet alleen maar het rooskleurig te laten zien, maar ook als het uh, wat minder gaat met bepaalde aandelen. Um, drie bedrijven dus waar ik even stil bij wil staan, die belangrijk zijn. Um, ja, dat zijn ook de bedrijven eigenlijk waar de meeste vragen over krijgen via Instagram. Als eerste wil ik gaan kijken naar Medical Properties Trust. Laten we met het slechte nieuws beginnen. Medical Properties Trust is een zorgkindje eigenlijk in mijn portefeuille. Er zijn veel problemen. Um, en ja, een enorme daling van de koers. Als we kijken naar um, mijn portefeuille. En als we dan kijken naar de ongerealiseerde winst op NPW, uh, oftewel Medical Properties Trust, ja, zien we dat zo'n 73% in de min staat, zo'n 3000 euro verlies op heb gemaakt. Dus dat is ja, echt wel significant. Dat is zonder de dividenden, maar ik heb geen 3000 di euro dividend ontvangen. Dus um, ja, dat is echt iets uh, ja, wat ervoor zorgt dat, uh, dat ik flink in de, in de min sta. Hoe komt dat nou? Um, nou, het is een enorm populair uh, aandeel onder short-sellers. Uh, de laatste maanden eigenlijk al zie je dat uh, al het slechte nieuws uh, flink wordt uitvergroot en dat dat wordt aangedragen om uh, ja, het aandeel verder te laten dalen. Um, wat zijn eigenlijk gaande de healthcare sector in de VS heeft het zwaar. Medical Properties Trust is ja, eigenaar van heel veel uh, ziekenhuizen en klinieken, dus hun huurders zijn allerlei. Uh, medische, medische instellingen. En die hebben het op dit moment erg uh, zwaar. Als we kijken naar de grootste huur, huurders, dat zijn uh, Steward en Prospect. Um, die hebben huurachterstanden. NPW nou, helpt ze financieel dan mee. Um, ze hebben gewoon ja, uh, achterstanden die ze nog moeten betalen. Um, maar het hangt als een soort van zwaard van Damocles boven het hoofd van NPW. Um, samen zijn ze namelijk goed voor zo'n 30% van de inkomsten. Dus als die twee. Huurders uh, failliet zouden verklaard worden. Ja, dan komt er in één keer um, zo'n 30% van de portefeuille. staat dan leeg. Dan heb je gewoon een leegstand in die panden. omdat die bedrijven failliet gaan. Nou, is nog maar de vraag of het dan een doorstart komt. of er nieuwe huurders komen. Um, en daarbij is het zo dat ze dus ook nog schulden hebben. omdat ze achterlopen op die uh, huurbetalingen. Dus dat zou gewoon een enorme klap voor NPW zijn. Um, dus overigens niet alleen maar bij NPW zo. Het is over de hele medische sector. Is het eigenlijk zo dat in de VS daar gewoon. Uh, dat, ja, dat die het financieel uh, moeilijk hebben. Uh, maar goed, alles ja, wat daarin uh, omgaat. Als er nieuws is daarover. Uh, als het negatief is, wordt dat dus ook flink uitvergroot. en door short sellers gebruikt om de koers flink te doen dalen. Natuurlijk. Um, is die daling van de koers uh, terecht? De vraag is of het terecht is dat het zo ver daalt. Maar goed, dat zal de, de toekomst moeten uitwijzen. Uh, um, men verwacht gewoon een dividend cut, uh, dividend cut oftewel dat het dividend um, uh, ja, minder wordt, dus dat er minder dividend uitgekeerd uitgeke gaat worden in de toekomst. Nou, dat is denk ik uh, uh, realistisch. Uh, maar daardoor uh, ja, daalt die prijs ook. Als we kijken naar de uh, price uh, to FFO, de Funds from Operations. Het is een verhouding die je vaak gebruikt om uh, REITs te waarderen. Dus de prijs van de koers ten opzichte van ja, de, de inkomsten uit het huren en dergelijke. Um, dat is altijd zo rond de 12 geweest. Uh, je ziet, uh, op het markt is het eigenlijk 15. Bij NPW is dat altijd ongeveer 12 geweest als we kijken naar de afgelopen jaren. Um, we zien ook in 2008 dat er ook een flinke klap in de koers is geweest. Dat de koers heel erg hard gedaald is. Uh, ten opzichte ook van die uh, price-to-FFO. En dat we toen hebben gezien dat de koers in uh, ongeveer een jaar tijd verdrievoudigd is. Dus dat die toen heel erg snel ook weer hersteld is. Vaak zie je dat zo: dat de beste tijden uh, ook snel na de, de slechtste tijden komen. Maar dat is natuurlijk geen garantie voor de situatie van nu. Uh, het zou zomaar kunnen zijn dat op dit moment uh, het niet goed gaat komen met NPW. Als die tenants, dus als die huurders, echt in de financiële problemen zouden komen, misschien wel failliet gaan. Um, inmiddels is het dividendrendement ruim 12% en dat lijkt me dus onhoudbaar. Dus ik verwacht ook inderdaad dat er zo'n dividendcut uh, komt. Sterker nog, um, volgens mij is er ook al uh, het een en ander over, uh, over gesproken. En um, daarnaast zie je ook dat er leningen zijn die herfinancierd moeten worden over een aantal jaar. Uh, dat zijn dus leningen voor panden, hypotheken die op een gegeven moment uh, aflopen. Daar moeten ze nieuwe financiering voor gaan vinden. Um, ja, dat gaat niet lukken met de dividenden die ze nu uitbetalen. Dus dan zal er sowieso gesneden moeten worden in dat dividend... En dan uh, is het ook nog maar de vraag of banken hen dat gaan lenen. Als ze uh, heel erg veel um, uh, debt hebben, als ze veel schulden hebben en daar niet zoveel earnings tegenover staan, omdat die, die huurders geen uh, huur betalen. Ja, dan is het nog maar de vraag of een bank een nieuwe lening gaat, uh, gaat geven. Dat zou dus ook kunnen betekenen dat ze bepaalde panden zouden moeten verkopen om liquide te blijven. Dus nou, om het al is er best wel wat gaande rondom NPW. Uh, uh, en. Um, ja, ik weet eerlijk gezegd niet 100% zeker wat ik daar nou precies mee moet doen. Ik krijg ook wel wat vragen van mensen die zeggen, ja, koop je nou bij of niet? Um, het, hangt beetje, het hangt er een beetje om, laat ik het zo zeggen. Wat ik al zei, de twee grootste huurders zijn dus 30% van het portfolio van de portefeuille. En um, als die hier failliet zouden gaan, dan is dat echt een mokerslag voor NPW. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat NPW daaraan onderdoor gaat. Als die hier wel gewoon doorheen komen, dan kan het ook zomaar zijn dat die koers dus heel erg snel weer gaat herstellen, zoals in 2008. Dus wat dat betreft wat risicovol. Maar als je het risico durft te nemen, is de, uh, de mogelijke uh, uh, ja, rendementen, zeg maar, zijn ook, uh, zijn ook groot. Als we dan kijken naar die koers, uh, hij loopt nu volgens mij rond de 5, uh, 5 dollar per share. En als je kijkt naar wat um, analisten ervan vinden, zie je dat die analisten meestal zo tussen de ja, uh, 7 en 11 dollar per, uh, per aandeel rekenen. Wat een fair value zou zijn. Dus dat zou betekenen dat de koers nog kan, uh, kan verdubbelen. Ik weet nog niet 100% wat ik ermee ga doen. Laat even weten in de comments wat jij ermee uh, mee doet. Voor nu hou ik hem in ieder geval aan. Ik ga het niet in de economie verkopen. Maar de vraag is of ik nog moet gaan bijkopen. Of dat ik dat geld beter kan investeren in andere uh, aandelen, zeker de REITs. En twee van die andere aandelen of REIT zijn um, WP Carry en uh, Realty Income. als eerst dan even WP Carry. Um, Wat is er bij WP Carry aan de hand? We zien daar een e in één keer een enorme daling uh, een tijdje geleden. Um, op uh, 21 september hebben ze namelijk nieuws bekendgemaakt. En dat, daar reageerden aandeelhouders niet zo goed op. Uh, er is een spin-off van het grootste deel van de kantoorpanden... naar Net Leasing uh, Office Properties, oftewel NLOP... Uh, dat betekent eigenlijk dat WP Carry uh, af wil van het uh, stukje kantoorpanden. En dat ze dat in een apart bedrijf gaan, uh, gaan wegzetten. Het grootste deel van de kantoorpanden gaat naar dat nieuwe bedrijf. Dat is dus die NLOP. En de rest van de kantoorpanden die gaan ze verkopen. Uh, dat is op 21 september bekendgemaakt. Uh, al die informatie kun je overigens terugvinden op de Investor Relation page van het uh, van bedrijf zelf. In dit geval dus WP Carry. Ze willen dus uh, van die kantoorpanden af. Dat komt eigenlijk min of meer door minder kantoorpanden. Uh, ja, vanwege de thuiswerktrend na corona. Um, en ze willen meer focussen op uh, industrial en warehousing. Maar het is niet iets wat in één keer uit het niets komt. Mensen zijn er best wel van geschrokken. Uh, Investeerders zijn er wel van geschrokken. Maar als je terugkijkt naar de afgelopen jaren. is het wel iets waar ze al langere tijd mee bezig zijn. Hadden ze in 2015 nog zo'n uh, 30% kantoorpanden. was dat uh, inmiddels al gedaald naar zo'n 16%. Dus ze waren al bezig met het afbouwen van die kantoorpanden. En ze willen dat eigenlijk gaan versnellen. Uh, door die spin-off en door de rest van die kantoorpanden te gaan, uh, gaan verkopen. Na die spin-off zou uh, WP Carry zelf nog zo'n 5,8% van de portefeuille in kantoorpanden hebben. De rest van die kantoorpanden gaat dus naar dat nieuwe bedrijf. En uh, die 5,8% die gaan ze dan ook nog uh, verkopen. Ze gaan dus van 16% vastgoed nu, na die spin-off, naar 6% vastgoed. En die gaan ze verkopen totdat ze 0% vastgoed hebben. Uh, het gaat ook al snel gebeuren. Uh, de planning is dat uh, die spin-off al begin november plaats zal moeten gaan vinden. Dus over een paar weken zou dat al, uh, al uh, ja, aan de hand zijn. Um, ja, hoe gaat die NLOP, dat nieuwe bedrijf, er dan uitzien? Nou, dat zijn 59 panden met 62 huurders. De Annualized Based Rent, de ABR, is uh, 141 miljoen dollar... De uh, weighted average lease term, oftewel hoe lang uh, ja, die huurders nog in die panden zitten, hoe lang ze nog vastzitten aan de contracten, is een gemiddeld van 5,7 jaar. Uh, en de dekkingsgraad is 97,1%. Dus ruim 97% van de panden is gewoon uh, verhuurd, van, van, de, van de oppervlakte van die panden is verhuurd. Um, als we dan kijken naar uh, de huurders die daarin zitten, nou de tien grootste huurders zijn uh, goed voor zo'n 50% van de huurinkomsten. Uh, dat zijn grote namen zoals uh, bijvoorbeeld J.P. Morgan, uh, FedEx, Total, Siemens, etc. Dus dat zijn echt wel grote bedrijven die, uh, die bij hen huren. Niet bedrijven die zomaar fiets zouden kunnen gaan, wat we dus bij NPW wel een beetje zien. Uh, zien we bij, uh, bij WP Carry dat dat gewoon ja, gezonde bedrijven zijn. Wat dat betreft is dat dus het grootste nieuws rondom WP Carry. Ze willen af van die kantoorpanden. Uh, het grootste deel gaat in een nieuw bedrijf. ...gevestigd worden. De rest gaan ze verkopen... ...en ze willen focussen op industrials... ...op warehousing, op hetgene waar ze goed in zijn. Um, nou, daar hebben... Uh, ...aandeelhouders zijn daar dus van geschrokken. Dat zorgt voor een daling van, uh, van die koers. En um, uh, ja, dat... ...verklaart eigenlijk waarom die koers uh, de afgelopen tijd... ...zo, uh, zo gedaald is. Um, wat dat betreft vind ik uh, WP Carry op dit moment nog steeds hartstikke interessant. Als je kijkt naar de geschiedenis van het bedrijf. Uh, hoe, ja, wat voor een solide bedrijf. Het is echt een grote, grote naam. Um, vind ik de afstaffing best wel, uh, wel fors. En ik heb dus ook besloten om daar een deel van bij te kopen. Om dus wat meer te investeren in uh, WP Carry. Um, uh, ja, daar kom ik daar ook nog wel even op terug hoe ik dat precies heb, uh, heb ingeregeld. Want voordat ik dat ga doen wil ik uh, tot slot nog even Realty Income bespreken. Realty Income is misschien wel het bekendste REIT die er is. Uh, een bedrijf wat maandelijks dividend uitkeert, wat echt al heel erg lang bestaat, dividend aristocrat ook. Um, als we kijken naar de dekkingsgraad van realty-inkomen, ja, die is 99%. Dus 99% van de oppervlakte van hun vastgoed is verhuurd. En dat is zelfs nog nooit onder de 96% geweest in de afgelopen 30 jaar. Dus zelfs in periodes van, uh, uh, van crisis, uh, zoals uh, 2008, uh, 2000, uh, hebben ze altijd boven de 96% gezeten. Uh, ook bekende huurders zoals Dollar uh, General, Walgreens, 7-Eleven en uh, geen enkele kant heeft meer dan 3,8% uh, van de omzet van Realty Income. Dus ze zijn niet afhankelijk van één grote klant zoals we bij NPW zien. Maar Realty Income heeft dus veel klanten, heel veel bekende klanten en de grootste klant heeft, uh, is verantwoordelijk voor 3,8% van, uh, van de omzet. Um, de industries dat zijn dus met name supermarkten, drooggisterijen en dergelijke. Uh, convenience stores. En de vraag is: gaan die verdwijnen? Gaan die failliet? Of is dat juist een hele solide uh, industrie om, uh, om in te investeren? Uh, net inkomen is ook flink gestegen in 2022. Dus ze krijgen steeds meer uh, inkomen. Het is wel een hele grote stap, dus misschien wel iets om wat dieper nog op in te kijken. Als we kijken naar de cash, die is van uh, 10 miljoen naar 253 miljoen gestegen. Dat is ongeveer 25 keer zoveel cash als een jaar of acht geleden. Maar ook de schulden zijn flink gestegen, van 6,5 miljard naar 20 miljard. Dus je ziet dat die schulden ongeveer drie keer zo hard gestegen zijn, dat die cashpositie zo'n 25 keer zo hard gestegen is. Um, ja, ook wel iets om naar te kijken, uh, zijn die schulden te verantwoorden? Is het gewoon een, uh, een, veilige, een veilige stap om die schulden aan te gaan? Um, daarnaast hebben ze 28 jaar lang het dividend laten stijgen. Wat ik al zei, het is een dividend-aristocrat. En bijna mijn hele leven al betalen ze dat dividend en wordt dat ieder jaar weer verhoogd. Ook tijdens crises hebben ze uh, dat dividend steeds, uh, steeds weten te verhogen. Um, op dit moment is het dividend gewoon uh, redelijk hoog. De forward uh, price to EFFO uh, ratio is zeer laag. Uh, en ze zitten rond een 25 week low. Wat dus eigenlijk voor mij betekent dat. Uh, op dit moment misschien wel heel erg interessant is om uh, te investeren in realty uh, income. Ik zelf vind dit uh, van alle reads die ik heb op dit moment de meest interessante buy, dus het meest interessante om daar nog extra van bij te kopen. Sterker nog, dat heb ik dus ook gedaan. Maar ik wil nooit al mijn eieren in één mandje leggen. Dus ik heb niet alles uh, ingezet op realty, uh, realty Income. Ik heb ook een deel uh, van WP Carry bijgekocht. Nou, ik overweeg dus nog om ook uh, Medical Properties Trust bij te kopen. Maar daar twijfel ik nog een beetje over. Er komt best wel wat dividendrendement binnen over een tijdje. Deze maand een, een paar honderd dollar aan dividendrendement. En wellicht dat ik dat nog in uh, NPW wil gaan investeren. Maar daar ben ik dus nog niet helemaal uh, over uit. Dat waren eigenlijk de drie bedrijven waar ik eventjes stil bij wou staan. Waar ja, het meeste nieuws uh, om te doen is. Waar ik ook de meeste vragen over krijg. En nogmaals, het zijn geen complete uh, stock analysis. Geen complete waardering van deze bedrijven. Uh, daar blijf ik bewust van weg. Dat is niet iets wat bij mij past. En ik wil ook niet jouw. Um, ...handreikingen geven om te zeggen: Dit moet je kopen of dit moet je verkopen. Maar omdat jullie allemaal vragen wat ik met mijn REITS-portefeuille doe en hoe ik naar de huidige situatie kijk, heb ik besloten om daar wel een video over te maken. En vandaar dus even die opsomming van, uh, van een aantal zaken over deze, deze aandelen. Um, ja, blijft voor mij nog steeds een portefeuille die gewoon zeer, zeer passief moet zijn. Um, een portefeuille waar ik het liefst maar een paar keer per jaar wil inloggen, eigenlijk één keer per kwartaal, om even die uh, herinvestering te doen, dus dat dividend. Weer te herinvesteren in, uh, in, uh, in bepaalde aandelen. En uh, verder wil ik daar eigenlijk niet naar, uh, naar omkijken. Ik zie het ook niet als mijn eigen beleggingsportefeuille, maar echt als een alternatief voor het investeren in vastgoed. Ja, dat is misschien mijn eigen perspectief. Het kan natuurlijk zijn dat jij er helemaal anders naar kijkt, maar dat is ook de reden dat ik ze in uh, een aparte rekening en een ac apart account bij de Giro heb, uh, heb neergezet. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe jij naar deze situatie kijkt. Hoe kijk jij naar Riets in het algemeen? Uh, maar misschien in het bijzonder zelfs naar, naar deze drie rits heb je ze zelf ook en zo ja, uh, hoe kijk je daarna zo nee, hoe kijk je daar ook naar, maar wat, ja, hoe ga je om met die situatie en vind je het misschien een ja, extra interessante investering op dit moment nu dat de koersen zo flink gedaald zijn of heb jij zoiets hier wil ik juist van, uh, van wegblijven? Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie daar kijken. Ik ben ook benieuwd wat de rentestanden de aankomende jaren gaan doen. Dat is natuurlijk uh, misschien wel het belangrijkste voor iets uh, voor zoals dit. Blijven de rentestanden hoog? Gaan ze misschien nog verder verhogen? Of worden ze binnen een aantal jaar weer afgebouwd? En krijgen de REITs weer wat lucht? En hebben ze dan ruimte om weer flink in de prijs te gaan stijgen? We gaan het zien de aankomende jaren. Wellicht dat ik over twee jaar weer een, een update kan gaan maken over mijn uh, portefeuille rondom de REITs. Niet te vaak, maar wel leuk om te doen. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog als je uh, de content kan waarderen. Als je er iets aan hebt gehad, dan wordt de video wat vaker getoond in YouTube. Dank je wel daarvoor. En dan hoop ik je terug te zien bij een van de volgende video's. Tot dan.